lieve kijkers, zoals ik enige tijd geleden verteld heb, zijn er nogal wat dingen te gebeuren in mijn leven. En ik kon daar toen niet zo heel veel over vertellen. Maar ik ga het toch vandaag laten zien, dus bij deze, geniet er even van. Ik ben zwanger. Ja. Yes. Echt? Ja, natuurlijk echt. Dat is een cadeautje van papa. Ja. Niet met de vingers aankomen, zoiets. Dat is goed nieuws. Zet dat ding uit, man. En zoals jullie zien wordt deze jongen papa! Yay! Ik ben echt heel blij, want als ik het nou erbij vertel dat we daar al jaren mee bezig zijn. Ik denk dat we ongeveer een jaartje of 8 bezig zijn met kinderen krijgen. We hebben een prachtige dochter die jullie al in beeld hebben gezien of ergens in een van mijn filmpjes gezien hebben. Of wat dan ook. En nou is mijn vrouw weer zwanger, dus... Yes, yes, yes. Het is inmiddels iets meer dan 7,5 weken. En omdat het geen natuurlijke bevruchting is, moet ik dus even erbij vertellen dat we iets meer controle hebben dan een gemiddeld mens. En ik ga even anders zitten, want volgens mij zit ik een beetje raar met het licht. Wij krijgen dus iets meer echo's. Ik zal zo direct even de allereerste echo laten zien. Het is eigenlijk de tweede, omdat er wat complicaties waren. Maar op die eerste was helemaal niks te zien. Hebben we ook niet gefilmd. De tweede heb ik gefilmd. En dan kun je dus echt het kindje al zien. En die komt nu. Ik zit hier dus een beetje op zolder wat te vertellen. Je kan de wasmachine horen en de droger. Een teringherrie. En hier staat een hele hoop troep waarmee mijn vrouw en ik zich bezighouden. Het bed van mijn schoonmoeder bijvoorbeeld. Even als hier bed slapen, de was. En daar wat knutsel en doe-het-zelf projectjes van mezelf. Waar ik nog wel meer over zal vertellen. En dit is de knutselhoek van mijn vrouw. Kijk, ik kreeg die tafel onder het schuine dak. En mijn vrouw heeft deze kast, dit bureau en dit bureau. Dus, maar dat even terzijde. Dan weten jullie ongeveer waar ik zit. Maar deze jongen wordt papa en dat zal ergens in maart zal dat plaats gaan vinden. Ik ben er heel erg blij mee. Yes, yes. En ja, ik weet eigenlijk niet wat ik er verder over vertellen kan. Buiten natuurlijk dat het gaat komen. Dat ik het hele huis moet kunnen opknappen. Dus jullie krijgen een hele hoop doe-het-zelf filmpjes nu te zien.
En aangezien ik niet handig ben, kunnen we het best bij de Funny's Home video's posten. maar goed, ik ga het zoveel mogelijk aan mezelf proberen. En ja, dat was hem. Ik hoop dat jullie net zo blij zijn als ik. Mochten jullie blij voor me zijn, doe een duimpje omhoog. Abonneer je op mijn kanaal, want ik wil zoveel mogelijk abonnees worden. Dat ik niet het idee heb dat ik het allemaal alleen voor mezelf aan het doen ben. En hou het rustig. Ga zo door, geweldig. En ik spreek jullie later. De groeten.